Ja, mensen, het is weer zover. In het kader van deze politieke tijden is het ook tijd om het beroemde internet-item 60 seconden met Ghost Politics weer in te willigen. En naast mij een man, ja, we go way back. Ik heb al zijn plaat en hij de mijne. Mr. SP, Emiel Roemer. Hey, joppa. Kijk, dat is een introductie. Hè? Meteen, joppa, dat is een nummer van BZN. Maar daar zal ik verder niet op, dieper op ingaan. Dus even, voordat we beginnen, dit is een mooie kamer. Dit is een hele mooie kamer. Hier heeft ook Joop den Uyl gezeten, Hans van Mierlo gezeten, Jan Marijnissen gezeten. Dus als de muren konden spreken, dan had ik een mooi boek. Oeh, meneer Joop den Uyl hier. Ja. Heeft hij hier zijn speech voorbereid over het feit dat benzine voortaan op de bon verkrijgbaar gaat zijn, beste Nederlanders. Maar dat is lang geleden. 73. Ik was er nog helemaal niet. Ja, daarom. Ja, ik net wel. Ik was een manneke van jaar of 11. Ik heb het van de boekies. Maar, Emiel, het volgende is het geval. Ik heb hier een hele lijst met vragen. En ja, natuurlijk, de SP ontkomt er ook niet aan. We hebben hier eigenlijk 60 seconden voor ons te beantwoorden. Dus de bedoeling is om er zoveel mogelijk binnen die 60 seconden te beantwoorden. Maar het is niet alleen de snelheid die telt. Het is ook het aplomb waarmee het gedaan wordt. O jee. Ik ga helemaal mijn best doen. Daar zit het met venijn. Ja. Zullen we even oefenen? Ja, laat me komen. Nou, dat is heel makkelijk. Wat is je lievelingskleur? Rood. Goh. Hey! Hoppa! Jeppa! Dan gaan de 60 seconden nu in. Hoe is het? Goed. Kom vaker vandaag. Met welke collega-politicus drink je het liefst een biertje? Met Rutte. Tomaat of komkommer? Tomaat. Tuurlijk. Wat is het laatste dat je gekookt hebt? Macaroni. Welke politicus vind je zo goed dat je het jammer vindt dat hij of zij niet bij jouw partij? Rutte. Oh, komt hij weer. Rookworst of worstenbroodje? Worstenbroodje. En R zonder O, en rookworst zonder R is ook worst. Dat was de grap, hè? Zit je vaak op je telefoon te spelen in de Tweede Kamer? Nee. Nee, oké. Dat gebeurt niet vaak. Welk instrument bespeel je? Saxofoon. Taylor Swift of Katy Perry? Katy Perry. Wat staat er op je nachtkastje? Foto. Van wie? Van mijn gezin. Met wie zou je het liefst een coalitie vormen? De PvdA, GroenLinks, D66. Alles wat waar enigszins links in de buurt van de SP komt. Daar komt hij. Metallica of Iron Maiden? Metallica. En de laatste. Wat is je favoriete zanger of band? Metallica. Nou, hier twee vragen in één klap. Dit waren er 13. Nou, ik vind dat toch even goed. 13 stuks, dat betekent een tweede plek. Nou, ja. Vind ik best knap. Asje staat op 1, die had er 14, dus nou, dat gaat goed. Ja, ik kletste iets te lang door natuurlijk bij sommige vragen. Maar ja. Ja, maar ik ook. Ja, het lag in ons allebei. Het lag een beetje in ons allebei, maar het aplomb daarvan was weer heel goed. Dus het was in balans. Nou, prima. Volgens mij hebben ze het allemaal goed kunnen verstaan. Dat is ook wel belangrijk. Ja, het heel goed gearticuleerd. Ja, als je het heel snel zegt, dan horen ze het allemaal niet. Dus... Vooral Jeppa was goed gearticuleerd. Jeppa! Ja. Dit waren de 60 seconden met Emiel Roemer, SP. En hartelijk dank. Graag gedaan. Volgende keer weer een nieuwe lijsttrekker. Wie dat is, zie je snel genoeg. Bye bye, man. Bye bye. NPO Radio 2.